Welkom bij deze melkflits van woensdag 27 november 2019. Maar zowel Friesland Campina als Alla hebben begin deze week de voorschot melkprijs over december bekendgemaakt. Maar waar de garantse prijs van Friesland Campina omhoog schoot, ging de melkprijs van Alla juist met een tikkeltje naar beneden. Nou, welke koers kiest de zuivelmarkt deze week? Vorige week hebben de abonnees van Boerenbusiness al verteld dat de zuivelmarkt aan het aantrekken is. En dat is deze week ook terug te zien in de noteringen van Zuivel NL. Zowel de noteringen van boter, volle melkpoeder en magere melkpoeder stegen elk met 4 euro per 100 kilo. Nou, zowel voor magere melkpoeder als voor volle melkpoeder zijn dat de hoogste noteringen van het jaar. Bij boter is dat nog zeker niet zo, want boter moet zeker ten opzichte van begin dit jaar van ver komen. Nou, wat de prijzen van melk en room deze week in de handel gaat doen en wat de deze jaar noteringen zijn, dat kunt u morgen ontdekken op boerenbusiness.nl.